jongens, Jaroski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe Call of Duty Black Ops 4 video hier op mijn kanaal Ras Gaming. Vandaag gaan we spelen met de Hades Light Machine Gun. En het is de tweede Light Machine Gun die je vrij speelt, zoals je hier ook kan zien. En het is een Light Machine Gun wat eigenlijk niet echt een Light Machine Gun is. Hij heeft natuurlijk wel veel kogels, maar hij kan letterlijk op lange afstanden schieten, op medium afstanden schieten, maar ook letterlijk op close quarters, 1 meter afstand van een vijand, schieten en gewoon keihard die vijand humiliëren. Wat ik er namelijk op heb staan is de rapid fire, zodat wij sneller kunnen schieten. De hybrid mag, zodat wij meer ammo capaciteit hebben en ook sneller kunnen reloaden. En dan heb ik lasertijd 1 en lasertijd 2. En wat lasertijd doet, is het zorgt er natuurlijk voor dat je beter kan hipfiren. Maar lasertijd 2 helpt er nog eens bij dat je ook kan hipfiren op het moment dat je gewoon in beweging bent. Dus dat is natuurlijk echt gewoon super beast. Dan hou je de snelheid van het wapen erin. En kan je nog eens op korte afstanden heel veel mensen afknallen. Dus we gaan gewoon kijken wat voor score wij met dit wapen kunnen gaan halen. Ik heb Scavenger aanstaan voor meer ammo. Ik heb Dead Silence aanstaan zodat we niet op de vijandige acoustic sensor komen te staan natuurlijk. En we gaan gewoon knallen. We gaan gewoon maar ook echt keihard knallen. Dus vind je dat leuk? Ram natuurlijk zo'n keihard blijven op. Zou ik super dope vinden. En op naar het potje. Hier gaan we dan. Ik heb de Ajax Specialist erbij gepakt. Oftewel, we hebben natuurlijk de Nijmegen granaat en nog eens de Riot Shield. En ik loop gewoon meteen door jungle over de rechterkant. Want hier komen meestal de vijanden. Wauw, oké. Er stonden er al iets meer dan ik dacht. Er stonden er namelijk al 3 op me te wachten. En ik dacht, ik ren gewoon lekker door, weet je. Dat is veel cooler. Maar de vijanden dachten, nou ja, we rennen niet door. We gaan hier gewoon niet even opwachten, Jaroski. Nou, dat had ik ook door, ja. En je ziet het in mijn rug. Hij kan gewoon op afstandjes lekker schieten. Je hebt ook redelijk veel kogels erin zitten, dus je hoeft af en toe niet te reloaden. Maar natuurlijk door die hybrid max kan ik wel gewoon heel erg snel reloaden. Dus het maakt eigenlijk niet heel veel uit. En je ziet dat hij heeft snelheid erin zitten, dat wapen. Dat is voor een light machine gun echt niet, maar ook echt niet normaal. En oeps, ik probeerde erop te komen, maar ik ging weer helemaal fout. Show dan maar. Ik help heel veel mijn team door Nijmegen naar binnen te gooien. Alsjeblieft team. Ik weet niet of het iets helpt, maar ja. Je kan altijd proberen natuurlijk je team te helpen. En dan gaan we niet daarin. Daar zitten ze namelijk allemaal. Maar dan gaan we eventjes voorzichtig omlopen. Zodat we in een ruggetje komen. Ik weet niet of ik op tijd ben. Als ik op tijd ben heb ik hier 2 kills. Dat is nummertje 1. En nummertje 2 die hebben mijn teammate al zo te zien. Ja, lekker teammate. En volgens mij... Hallo, enemy? Ben je er nog? Dat is een ja, in mijn rug. Oh, die zag ik te laat, joh. Hij was helemaal omgelopen. Hij was zelfs langs mijn teammate gelopen om mij te kunnen killen. Dus die zag ik niet aankomen, joh. Daar kon ik helaas niks aan doen. Maar je ziet het, dit wapen. Ja, kijk, het is een light machine. Je hebt 85 kogels. Maar het is zo'n snel wapen. Dat is niet, maar ik echt niet gezond gewoon. Het is echt een snel wapentje. En teammates, ze staan te campen, jongen, mijn teammates. Wow. Oh, je hebt hem al. GG, bro. En dan heb ik die. Hoppatee. En dan komt er nog een hier. Komt er nog een hier. Via jungle weer. Ja, lekker teammate. Ze lopen heel de tijd via jungle deze vijanden. Ik heb ze allemaal gestunt. Nu moeten we die kills. Ja, die hebben ze, hè. Nice team. Kijk, dat is chill. En dan heeft iemand een helikopter. Ik hoop eigenlijk dat dat mijn team is. Maar volgens mij... Ik weet niet of dat mijn team is. Ja, mijn teammate heeft een helikopter. Wat? Hoe komt hij aan een helikopter, die gek? Holy... Net trouwen. Ik denk dat de spawns zijn geflipt. Dan moeten ze via deze kant komen nu. Ja, lekker, ik heb mijn schild ook. Ik activeer hem al meteen. Wat goede dag, die staat nou ook voor me. En dan moeten ze hier spannen. Ja hoor, dat doen ze ook. Lekker team. Zit hij hier nog? Ja, hij zit er nog. Schiet die helikopter naar beneden. Kikkeboe! Oh, die Riot Shield is zo fijn om te hebben, joh. En je krijgt hem ook best wel snel, moet ik zeggen. Misschien krijg je hem zelfs, als ik heel eerlijk moet zijn, iets te snel. Maar ja, mij maakt dat verder niet uit. Ik gooi hem ook gewoon meteen weer weg. Want je kan er gewoon kills mee oppakken. Dus we hebben niks te klagen, natuurlijk. Maar als je zo'n schild ziet, het enige wat ik kan zeggen, jongens, is rennen voor je leven. Lekker bezig, komt er een links van me, pas op. Ik gooi gewoon een Nijmegen naar binnen, hij zit daar namelijk. Hij is nu gestunt. Kijk, super chill jongen, die Nijmegen. Veel mensen gebruiken hem niet goed. Maar als je hem goed gebruikt, deze gaat ook helemaal verkeerd, dat zie ik nu al. Dan kan je er echt wel veel mee doen gewoon. Dus één kill met mijn lijn is een beetje weinig. Maar ze staan ook allemaal binnen nu.
Ja, dat gaat geen enkele kill. Oh, eentje nog. Wat? Ze staan allemaal binnen, die vijandjes. Oh, ik heb hem keihard gehit, joh. Kan ik wel een beetje begrijpen waarom ze binnenin staan. Want ze staan keihard achter. 100 puntjes erbij. En volgens mij weten ze ook niet meer wat ze moeten doen nu. Dus ik kijk heel even of ik de span in kan komen. Het is lastig. Volgens mij spannen ze ook weer aan de andere kant. Ja, de span zijn weer geflipt. Let maar op. Ja, ik weet het wel zeker. Houd dan als ze weer daar zitten. Ik durf alleen nooit door het midden te rennen. En je ziet ook wel waarom. Dat midden, dat is echt een death trap. Ik heb wel 2 kills erbij, omdat mijn team hem heeft afgemaakt. En we staan 19-4 nu, maar dat midden, dat is echt... Dan ga je eigenlijk altijd dood. En je zag het nu ook. Ik zei het en ik ging dood. Je moet daar... Je moet er langs, want je wil natuurlijk wel de kills daar oppakken. Maar het levert zo vaak een death op gewoon. Omdat al die vijanden midden in die map staan op te wachten. Dat is niet normaal. Lekker, er staat er nog een rechts. Ik denk dat hij wel eens een kopje laat zien. Ja hoor. Oh, en nu niet meer. Nu heb ik geraakt. Nu is die bang. Lekker. Ik moet die links in de gaten houden. Hij zit er nog steeds. Hij zit er nog steeds. Ja. Hij is weak. Hij is weak. Teammate, pak hem alsjeblieft, jongen. You can do it, man. Komt hier een shotgun gas. Wacht, wacht. Let op, let op. Mijn teammate gaat hij dood. Let op. Let op, hij gaat dood. Let op. Let op, ik ga. Hier komt hij. Ja, ik heb je leven gered, jongen. Alsjeblieft, bro. Sorry, enemy voor de cap. Het spijt me zeer. Nou, eigenlijk spijt het me niet. Want af en toe mag het namelijk. Maar die was mooi, jongen. Ik wist namelijk dat hij eraan kwam. Mijn teammate stond vol te campen gewoon. En toen kon ik mooi de kill oppakken. Ik zal deze teammate ook weer even helpen gewoon. Oh, ik kan er alleen niet doorheen hier. Dat was nou net niet zo handig, jongens. Ik kan hem hitten, ik kan hem hitten. Ah, kom hier dan. Durf het dan. Durf het dan. Oh, in mijn rug, wacht. Ah, via 2 kanten. Nee, hij bleef vol campen, jongen, die gast. Vol campen gewoon. Nee. Oh, wat een mannetje. We hebben wel gewonnen, doe. Ah, ze bleven er gewoon staan, jongen. Ah, die was smerig. Die was echt smerig. Ik snap hem wel, want er stond een rideshield voor hem. Maar hij zat daar vol te campen met zijn racer. Waar hij zelfs voordat ik er was. Dus hij stond al te campen voordat ik met mijn rideshield aankwam. Maar ja, maakt niet uit. Maakt niet uit. We hebben het potje gewonnen. Gaat op. We spelen er gewoon nog eentje achteraan. En ik hoop dat we daar ook weer bezig kunnen gaan. Dus op naar... mooie killcam, jongen. Op naar potje nummer 2. Daar gaan we dan voor de tweede keer. Het is de map Icebreaker, zoals je kan zien. En we gaan er weer eventjes op los knallen gewoon. 85 kogeltjes. 5 kogels per enemy. Dat zou je zeggen van gewoon... Nou, nee, ik ga het niet zeggen. 2 kills met 85 kogels. Hey, easy, hoor. Nee, grapje, grapje. Moet er natuurlijk veel meer worden. Je hoeft eigenlijk gewoon niet je wapentje te reloaden. Maar je moet wel oppassen. Ze moeten hier ergens zitten. Of ze hebben alweer de spawn geflipt. Ik denk het eigenlijk wel. Ik weet nu niet waar ze zijn. Daar ben ik eerlijk in. Rechts. Oei, joh. Ik hoorde hem lopen in dat stalen huisje. Die heb ik nog, maar er zat er één in mijn rug. Ik weet, ben die kwijt. Ik moet eerst healen, dan pas kan ik verder. Zo, er komt er nog één. Komt die aan. Hey, teammates, lekker bezig houden. Ik zeg het niet vaak, maar teammates, lekker bezig, jongens. Holy knetter. Ik ga even Nijmegen daar overheen, want ze zitten daar namelijk. Kijk, gestunt zijn ze nu. Eén iemand in ieder geval. Oh-oh. Oei, yo. Kijk uit, zit er nog één bij me. Ah, dat was een dirty headshot. Dat waren echt 3 kogels. Ik was weg, jongen. Ik was gewoon helemaal weg. Holy knetter, had hij gelukt, die vent. 3 kogeltjes. Ik blijf hier heel veel staan. Waarom? Er ligt zo'n... sensor dart hier naast me. Dus ze weten eigenlijk precies waar we zitten. Dus vandaar dat ik er niet echt op af durf. Het is een beetje campy tactiek natuurlijk, ik weet het. Maar af en toe mag je een beetje campy tactiek erin gooien natuurlijk. Hostile recon kill. Daarvoor heb ik een light machine gun, jongens. Ik hoef niet te reloaden, wou ik zeggen. Oh. Maar je ziet wel, en dat merk je echt knijterhard. Je ziet wel dat je de gunfights tegen een ICR 7 of tegen een Titan, die natuurlijk helemaal geen recoil hebben, dat je die gewoon verliest. En dan komt natuurlijk, kijk, deze hele, zoals je ziet, die gaat alle kanten op. Je richtpunt gaat letterlijk alle kanten op op het moment dat ik begin te schieten. En bij al die andere wapens, zoals de Titan, zoals de ICR 7, dan zit dat er natuurlijk helemaal niet in. Die wapens zijn zo'n lasergunnetjes. Die hebben gewoon helemaal geen recoil. En daar merk je wel echt erbij, dat je daardoor
daardoor doodgaat. Je overleeft de meeste gunfights wel. Nomad kill. Maar kom je tegen iemand met zo'n lasergun, zoals de Izer, zoals de Titan, dan ben je gewoon echt keihard de Shaak in één keer. Daarom vind ik ook eigenlijk dat die wapens wel ietsje moeten worden aangepast. Want ze zijn gewoon net ietsje te sterk, vind ik. Daar heeft natuurlijk iedereen een andere mening over, maar ik vind ze net iets te sterk. Puur gewoon omdat ze geen recoil hebben. En geen flinch hebben. Twee harde voordeeltjes heb je dan op één wapen zitten. Tim, ik kom je helpen. Ik weet niet of ik je kan helpen. Oh, jij hebt hem al. Nevermind. Ik kwam je helpen, maar je hebt mijn hulp niet nodig. Althans. Mindbang's up. Kan jij hem killen, bro? Want ik heb daar geen wapen voor. Ja, lekker heeft hem. Enemy down. Ik wist dat hij terug ging komen. Zag je het? Ik zat hem al een beetje op te wachten. Ik dacht, hij gaat sowieso gegarandeerd mij proberen te killen. En dat is ook precies, maar ook echt precies wat hij deed. Daar loopt er eentje of eentje voor me. Pas op, granaat jongen. Pas op. Ik heb een helikopter. Ik weet alleen nu even niet meer waar het zit. Ik heb natuurlijk ook geen UAV aan staan. Niet echt een teamspeler, hè, Jan. Ik weet het, jongens. Oh, die was lekker. Wacht, dan ga ik meteen die van mij erachteraan. Go, Hellstorm! Oké, en ik heb er weer maar één, serieus. Hij pakt de vier en ik één. Dat mag niet, hè. Dat hoort niet te kunnen, jongens. Ik ben gewoon slecht, Jan. Ja, oké, klein beetje. Hij zit hier wel binnen te campen, volgens mij. Zit je hier? Hallo? Oh, hij zit hier weer te campen. Doei! Ik dacht, hij moet hier ergens zitten, maar ik wist niet precies waar. Hey, kijk even zonder grap, jongens. Kijk eventjes naar de score. Die enemies hebben letterlijk bij elkaar 18 kills weten te pakken. Mijn bank eroverheen. Die gaan echt helemaal de verkeerde kant op. Pak hem jongens! Pak hem! Ja, dank je! Ja, die enemies kunnen letterlijk helemaal niks jongens. Ik vind het een beetje zielig eigenlijk nu op dit moment. Oh. Kikkeboe. Zit er hier in het water hieronder. Ja, daar ja. Mijn helikopter had hem 30-2. Ja, ik weet niet. Mijn teammate die ging 19-3. Mijn andere teammate 12-2. We hebben ze keihard gemiliëerd, joh. Dat is niet. Maar ook echt niet normaal. Maar, zoals ik al zei, de Helix is een heel erg leuk wapen om te gebruiken. Vooral omdat hij zo mobiel is. Als light machines zijnde. En je natuurlijk wel gewoon een 85 ammo capaciteit hebt met Hybrid Max. Maar voor de rest, kom je een Titan op een afstandje tegen, kom je een ISR 7 op een afstandje tegen, dan verlies je op het moment dat de enemy raak kan schieten, 100% zeker de gunfight. Puur gewoon, want die wapens natuurlijk ook geen flinch en geen recoil hebben. En jij wel recoil hebt, dus je schiet nog best wel af en toe veel mis ermee. Maar ja, het is wel gewoon leuk om te gebruiken. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk ook om. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten, jongens, van deze video. Als je hebt genoten, ram natuurlijk eens keihard op like, op zak, super doof vinden. Bedankt natuurlijk allemaal voor het kijken. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support. En hopelijk ook weer, zoals altijd, tot de volgende keer. Bye bye, mensen.